Goedemorgen dames en heren, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Klaas, maar ja, dat wist je vast al wel. Het is vandaag extra vroeg, want ik begin vandaag met eerst een ochtendje trainen, 2 uur lang. Dus ja, dan moet ik maar naar mijn bed gaan, want anders kom ik er niet. Zoals je ziet ben ik aangekleed, dus we kunnen nu de auto pakken en dan gaan we naar de training toe. Zo, we moeten nu nog even naar de auto toe lopen. Nu staat niet zo dichtbij. Ik moet een beetje stil praten, want iedereen die slaapt nog. Het is 5:30 in de morgen. Dus ik moet een beetje stil doen. Ja, moeten we van de auto lopen, want ja, die zit niet zo dichtbij hier. En dat komt omdat we midden in het centrum wonen, ja. Dan is het altijd moeilijk om je auto ergens neer te zetten. Zwembad. Alleen één probleempje. Het hek is dicht. Dus ja, dan moeten we er maar overheen klimmen. Goed, we zijn er. Nou, de landtraining hebben we ook weer gehad. Dus ik ben nu aan het omkleden. En dan gaan we richting huis. Wat zeg je, Giet? Ja, ik ga rijden, Giet. Ah, dat is mooi. Pak eens je brood. Mijn brood? Oh nee, dat heb ik. Nou, de plan is iets veranderd. We zouden eerst naar huis gaan, maar we kwamen erachter dat een lampje kapot was van de auto. Dus we zijn nu bij de dealer om te kijken of zij misschien voor ons dat lampje kunnen vervangen. Vast wel. Ik zou waarschijnlijk naar de achter moeten rijden, dan... Gaan ze het even voor ons fixen. En Giet, hebben ze je lampje gefixt? Ja. Lampje is gefixt, hè? Ja. Ja, helemaal ja. Toppie. Kom, we gaan naar huis. Gietje is zielig, hoor. Hele zware tas moet ze slepen. Twee keer ook zo bijloop. Met twee tassen. Maar goed, dan vraag ik je af, wat gaan we doen? Nou, we gaan naar Heerenveen toe. We gaan naar Beppe. Maar door jouw gedoe zijn we nu wel weer een half uur te laat. Oh, en door mij hebben we weer vertraging hoor. Nou, zet die tas achter. Dankjewel. Je hebt race-skills hoor. Zeker. Rijdt ze weg. Moet ze een bochtje, twee bochtjes maken. Heel krap, want dat is allemaal van die grote auto van die bakken. Maar ze flikt het. Maar ze flikt het hoor, zonder iets aan te raken. Zo is het. Jij niet. Ja, oké. Okay. De dealer die vroeg of ik wel een rijbewijs had, want ik deed niet goed voor hem. Dat was best grappig. Sorry, ik moet even lachen. Maar er kwam ook een auto binnen, dus ik moest weer terug zo. Ja, die kwam met een beetje snelheid. Ja, die ja. We'll be right back.
Nou, we zitten dus in de file. En dat komt niet omdat er een of andere versperring is, nee. Dat komt door die baan hiernaast ons, want die moet invoegen. Ja, iedereen gaat natuurlijk daar expres op die linkerbaan. Kijk maar. Zo bedoel ik het niet. Gebruikte de metafoor uit de paardensport. En daardoor duurt het allemaal langer. We zijn op plek van bestemming. En als je dacht van nou, wie waren die twee mensen die uit die auto stapten? Dat waren lifters. We dachten van nou, wat is dat nog iets? Maar dat waren lifters. Die gingen weer richting de opgang, de snelweg op om daar te staan met een bordje. Ik heb geen idee waar ze naartoe moesten, maar dat waren lifters. We zijn er nu.